Oké, daar gaan we op het strand. Eens kijken of we de kindertjes hallo kunnen zeggen. Accu's zijn goed. Let's go. Nou, eens even kijken of we de kinderen kunnen vinden. Volgens mij heb ik ze in zicht. Nou, ik zal wat fotootjes maken, even stoppen. Goed, we gaan weer terug naar film.
is hij. Even kijken wat hij doet. Oké, 110 meter. We switchen naar panorama mode. Stoppen de film. Weer kijken naar die. Start 35 foto's. Leef je uit.
Oké. Ja, dat is een leuk speeltje. Eigenlijk is het geen speeltje. Nee. Het is meer een hobby geworden. Oh. Maar ja, je kan er allerlei dingen mee doen natuurlijk, dus dat is heel geinig. Dat is wel waar, ja. Maar het is ook best wel gevaarlijk, want als die kapot gaat, dan start die neer. Dan kan die... Ja, als er echt iets fout gaat, batterij eruit valt of zoiets dergelijks. Hij zit wel vast, maar ja, dan kan die inderdaad zomaar neerstorten. Ja, dat klopt. En het kan ook gevaarlijk zijn voor iemand anders. Ja, dus dat betekent dat je absoluut niet boven andere mensen mag vliegen. Ja, dat snap ik. Dus dat doe ik dan ook niet. En niet boven steden, en niet boven wegen, en niet boven vaarwegen, en weet ik het allemaal meer. Een hele waslijst. Maar, zo. Is nu wel ver. Hij is nou ver. Maar ik hoop dat dit een beter panoramaatje oplevert. Kijk, wat dat gaat hij nou doen. Helemaal automatisch. Oh, maakt hij foto's? Hij maakt 35 foto's achter elkaar. En die kan je dan thuis op de computer aan elkaar plakken, zodat je ja, helemaal rondom kan kijken. En dat is natuurlijk leuk. Oh, dat is eigenlijk een soort van 360 graden. Camera, ja. Camera. Die dan... 35 foto's van en kan ja. Je thuis op de computer dan zo rondkijken op het strand. Precies. En dat is best grappig. Ja. Maar ik had eerst hier boven de golven gedaan, maar ik denk dat dat een probleem op gaat leveren, want die golven bewegen de hele tijd. Dus bij het aan elkaar plakken, dan zitten ze niet op dezelfde plek. Dus ja, ik dacht, als ik hem nou een flink en die kant op stuur, dan gaat het misschien beter. Ja, dat is wel een beetje jammer. Er is nog niks uitgevonden die dat in 1 seconde 35... Jawel, nee, die heb je wel. Oh. Maar dat zijn 360 graden camera's. Oh, die ja, doen in één keer... Pjoep. Dat is helemaal mooi. Die kan je er dan wel weer onder hangen, maar ja... Dat is, wordt dan te duur, hè? Ja, dan wordt het wel te duur. Ja. Een kale ding zonder iets was al €500. Dus ik bedoel... Zo. Met alle spullen erbij, ja, dan zit je al snel aan €1000. En dat is het beginnersniveau, zeg maar. Ja, want je hebt nog vele malen mooier. Veel kleiner, met opvouwbare propellers die, ja, ja, die ja, je met handbeweging kan besturen en zo. Ja, die heb je ook. Maar, die heb je ook, ja. Dan zitten we aan het dubbelen, denk ik. Ja, dat is weer misschien een beetje te veel van het groeien. Ja. Het moet nog wel een beetje leuk blijven. Ja. Het moet ook te betalen blijven. Ook dat. Maar ik dacht, het is mooi weer en de kinderen willen naar het strand. Ik denk, nou. Maar zo, dat is wel klein, hè? Hij is hartstikke klein. Geworden nu. Het is nog niet de maximale afstand. Je mag 500 meter ver weg. Zo. Mits je hem wel kan zien. Ja. Ja, en dit is, hij is nou 400 meter ver weg. Dus hij kan nog 100 meter verder, maar ja. Oeh, maar dat doe je natuurlijk niet omdat je hem dan nog nauwelijks ziet. Nee, dat zie ik hem niet meer. Nou, nauwelijks. En hij... Dan zie je hem zo weinig dat je echt heel goed kijken. Om... Ja, en dat moet, want als er echt een helikopter aankomt, een reddingshelikopter echt? Of zo, dan moet je snel naar de grond. Ja. Als er echt iets aankomt, dan moet je snel naar de grond. Als ja. Je dat dan niet ziet, nee, dan gaat het fout, hè? Dan gaat het wel fout. Maar hij is ook op zijn maximale hoogte. Hij mag ook niet hoger. Hij is nou 120 meter hoog, mag hij. En hij is nou bij 114, dus dat is net zoiets. Wow. Nou. Laat hem maar weer terugkomen. Ik vind het wel een mooi ding, want hij kan, je kan hem op hele grote afstanden besturen. Ja.
Maar ook daar heb ik weer extra spullen voor moeten kopen om, om dat te kunnen. Ik heb nou gezegd, ga naar huis. Nou, huis is hier. Dus niet dat hij hier moet landen, want dat geeft veel te veel zand en zo. Slecht voor de motors. Ja, dan komt er ook echt... Ja. Nou, en dit doet hij ook als je de verbinding kwijtraakt, de apparatuur uitzet of weet ik het wat. Dan gaat hij ook gewoon naar huis. Is dit automatisch? Ja, gaat hij gewoon automatisch. Dat is handig. Soms. Als je het niet goed ingesteld hebt, vliegt hij op de terugreis gewoon tegen een boom aan of zo. Ja, dat is niet handig. Dat is niet zo handig. Ja, hij gaat door de lucht naar de goede plek. En hij zou nou naar beneden moeten komen. Ja, maar hij daalt nog niet. Hij staat wel stil. Nu gaat hij dalen. 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 100 meter hoog. Maar hij is niet zo precies, dus hij landt niet echt op dat H-dingetje. Dat was wel leuk voor het opstijgen, maar dat was het dan ook wel. Dus nou moet ik hem ook een beetje stoppen, want anders landt hij bovenop mijn hoofd. Dat is ook weer niet goed. En zzz betekent, dan ben ik gestopt. Even kijken hoor, ik wil dat je die kant op gaat, naar de zee, lekker veilig. Als je daar invalt, ja, dan kun je de prullenbak in. Ja, precies. Lekker veilig. Niet voor het ding, maar voor mensen wel. Ja. Ja, veiligheid moet voorop staan en daarom is het ook eigenlijk geen speelgoed. Je kan hem wel in allerlei winkels gewoon zomaar kopen. Maar je moet heel veel lezen en ik heb ook een brevet moeten halen voor Frankrijk en weet ik het allemaal meer. Om het goed te kunnen. Maar ja, ach, hij vliegt leuk. Kijk, nou heb ik een grappig knopje, dat heet Home Lock. Nou, eens even kijken of dat werkt zoals bedoeld. Als ik nou naar links ga, gaat hij dan ook naar links. Ja, dat klopt. En als ik hem nou draai, dan is het dus eigenlijk de vraag, gaat hij dan nog steeds naar links als ik naar links ga? Ja. Ha, dat is cool. Dat is een leuk trucje. En dit is dus altijd naar huis. En de andere kant is altijd van huis af. Dus als ik nou de hele tijd naar rechts ga, gaat hij dan gewoon een rondje draaien. Dat zou hij moeten doen. Zullen we eens kijken? Gaat hij een rondje draaien? Nee, volgens mij deed hij dat niet. Dus misschien moet je wat verder weg zijn dan ofzo. Dat hij daarom dan een rondje draait. Even kijken hoor. Dit is... Hij doet het toch? Ja, hij draait wel een heel groot rondje. Als ik naar een andere, daar is wat minder mensen. Dus we kunnen kijken of die inderdaad de andere kant op ook het rondje draait. Je kan toch ook één foto maken? Ja, dat kan ook. Dat is ook wel mooi. Dit is toch niet echt een rondje? Nee. Het is meer een ovaal dan een rondje. Ja. Hij gaat zo. Maar hij gaat wel zo naar ons toe, terwijl de camera heel ergens anders heen wijst. Nou, dat is goed. Ja, dat doet het wel. Moet je een foto hebben? Even kijken hoor, dan moet ik even naar beneden. Nee, ik hoef nu niet de foto hoor. Nou, het kan. Ja, het kan. Even kijken. Hoeveel minuutjes hebben we nog? 11. Oh, hij kan beter naar huis komen. Even kijken, koorslok uitgezet. Kom maar een beetje dat naar achter, dit naar voren. Want nu doet hij ineens weer normaal. En dan een beetje naar beneden. En is hij weer uit. Ja, het is maar goed dat hij een beetje groot is, anders zou je hem gewoon verdorie niet zien. Even kijken. Batterij uit.
draaien. Ja, en ze zijn, als je ze nieuw koopt, iets van €150 per stuk. Dus dat zijn echt hele dure dingen. Nou heb ik ze goedkoper. Ik betaal er iets van €70 voor, maar toch, het blijft niet heel goedkoop. Nee, het is niet heel goedkoop. Ja. Ja, wij doen het weer. Dat is een leuke. Nou, moeten we even wachten of de rest het ook door heeft. Want eerst moet dit rode lampje groen worden. Dan weet hij dat de afstandsverbinding verbinding heeft. Dat klopt. Ja, ja. Dit is het beeld wat je ziet door de camera. Oh. Oh, dat is gewoon die kant op. Ja, het is gewoon die kant op. Nou, nou, als je hem omhoog gaat. Ja, dan gaat het beeld omhoog. Zal ik hem even laten stijgen? Oké. Een stukje afstand nemen, want je moet altijd veilig zijn. Nou, als hij dan stijgt, dan laat hem ook altijd even een tijdje even staan. Zo van, nou, hij waait niet weg of zo. En er is dus een probleem met het beeld, want hij heeft het oude beeld nog. Zie je? Dat zie ik. Dus dat klopt niet. Hij loopt een beetje achter. Hij loopt een beetje achter. Dus we gaan even het programma afsluiten gewoon. En kijken of we hem opnieuw kunnen opstarten. Kijken wat hij doet. Beeld, jongens, kom. Lukt nog niet, hè? Nee, lukt nog niet. Tja. Nou, je hoort hem wel. Klein stukje beeld. Het gaat niet gebeuren. Nee. Even kijken, wat kunnen we doen? We kunnen deze uitzetten. Maar wat gaat hij dan doen? Laten we hem naar beneden halen. Ja. En mag ik hoe zwaar die is? Ja hoor, het is ongeveer een kilo. Nee, dus als je die op je hoofd krijgt, heb je ook een probleem. Zet hem even neer, want ik weet niet wat hij nou gaat doen. En als die propellers aangaan, dan word je niet blij. Nee, dat snap ik. Dat is heel hard. Even kijken. Groen lampie. Vandaag nog. Oké. Okay. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Why doesn't he start?
Tja, wat moet je met zo'n jongen? Nou jongen, je bent een beetje nat, hè? Ja, net zoals vorige keer. Er verandert weinig. Wat gaan we doen? Dan ga je zo weinig om terug te lopen. Ga ik liever tot in mijn knie om het water in? Ik zei het toch tegen Tito. In mijn knie, maar hij deed het. Waar in de kerk? Moet er nemen zoveel ruimte in?
Shit, ik weet niet waar die staan. Zo jongens, zullen we maar naar huis gaan? Hè?